Woensdag 16 maart 2022 vinden in Nederland de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Ook in de gemeente Best. En daarom heeft Plein Best het idee geopperd om alle politieke partijen in Best uit te nodigen en hen 6 vragen voor te leggen. 5 vragen krijgen ze van tevoren en kunnen ze over nadenken. En de 6e vraag wordt een verrassingsvraag. Het interview wordt door mij afgenomen, Henk van den Heuvel. En gefilmd door Tom Lassink en Tjeerd Martens. Vandaag gaan we in gesprek met Diana van Weert, lijsttrekker en fractieleider van gemeentebelangen. Best, ja. Al heel lang, hè? Al een heel tijd, ja, vanaf 2012. En ik, en ik ben ooit eerder fractielid geweest, al in 2002, 2006. Ja. Heb ik ook in de gemeenteraad gezeten. Was het dus, in de tijd van Wout Glaudemans? Wout en ik zaten toen samen in de raad. Ik wil wel even zeggen, onze partij bestaat dit jaar 60 jaar. Dus, en dat wordt een feest? Nou, dat weet ik niet, maar, want we kennen toch geen feestjesbouw. Maar wat dat betreft... Het heeft verschillende namen gehad, maar gemeentebelangen heeft het al het langste. Het is wel eens Groffe geweest, want burgemeester, oud-burgemeester Groffe is ermee begonnen. Toen was ons paar tweede. Ja. En die man die stierf net rond verkiezingstijd. Ja. Dus toen was de lijst grof, dan is dat niks, want dat kan niet. Ja. Dus toen is het gemeentebelangen geworden, Best 70 is het geweest. We zijn naar RNG, Rijders-Royaks, gemeentebelangen geweest. Toen ging Toon Rijders eruit en Frans Royakkers en ons pa was gestopt. Ja. En toen zijn we naar Puur Best Belang gegaan. En van Puur Best Belang zijn we weer naar gemeentebelangen teruggegaan. Maar als ik dan denk aan je vader, dan die zou gegarandeerd zijn, 60 jaar, dat moet gefeest worden. Ja, die was altijd voor een feestje in. Ja, daarom. Wij ook, maar bij corona is dat natuurlijk wel een beetje moeilijk. Nee, maar het komt wel. Ja, nou ja, goed. Er wordt iets gedaan. Voor onszelf in ieder geval wel en voor degene dat weet ik niet, maar goed, kijken we wel. Jullie hebben 2 zetels. Nu hebben we 2 zetels. En je gaat voor meer? Waarschijnlijk. Nou, ik ben al heel blij als we er 2 blijven houden. Des 1. Maar eentje meer of 2 meer mag best. En waarom ben je bang dat je er is? Nee, ja, weet je, lokale partijen zijn vaak een achterban. Ja. En daar moet je ook reëel in zijn. Ja. Landelijke partijen hebben die ook, maar die hebben ook, zeker, denk in Best, zeker de nieuwe mensen, zijn toch wel heel vaste landelijke stemmers. Ja. Er zitten er veel bij. En de mensen van Best zelf, de oudere Bessenaar en de Bessenaar die er al lang woont, die hebben toch vaak wel een vast iemand waar ze naar kijken. En dan is naam belangrijker als een gezicht en de manier van hoe iemand jou kent. Nou, dat scheelt ook nog. Je bent gewoon een bekendheid in Best, hè? Ja, ik heb het nogal eens een keer ergens met mij mee bemoeid. Dus ik heb vroeger de zeskamp gedaan en de jeugdzeskamp. Ja. Op school heb ik heel veel dingen gedaan. Op de Heidonk. Ja. Heb ik heel veel... Je maakt ook veel gebruik van Facebook, zie je? Ja, ik deel niet zoveel op Facebook. Ik deel wel heel veel, maar altijd van mensen van Best zelf en van winkels. Ja. En, van bedrijven en van mezelf niet zo heel veel, nee, maar dat vind ik ook prima. Af en toe een keer van mijn kleinkinderen en dat is prima verder. Je hebt de vragen, wij hebben 5 vragen doorgezonden naar jullie om te voorkomen van, hier zijn geen valkuilen, we spelen het over, je krijgt 5 vragen. Mm-hmm. Wij willen vooral weten, wat is je mening? En bijvoorbeeld het onderwerp duurzaamheid, wat is je mening over duurzaamheid? Mijn mening over duurzaamheid, het moet haalbaar en betaalbaar zijn en reëel. Want we kunnen wel alles willen en ik wil ook wel van alles, maar mijn portemonnee die moet ook nog mij het eten geven en ik moet ook nog zorgen dat ik gewoon mijn andere dingen kan doen. En ik heb een koophuis, heel veel mensen hebben een koophuis. Ja. Er zijn mensen die bij dat koophuis van alles al kunnen doen op het moment dat ze kopen. Ja. Maar als je het al eerder gekocht hebt, wordt dat natuurlijk wel heel moeilijk. Dan heb je gewoon veel meer geld nodig om duurzaam te kunnen zijn. Ik zou heel graag willen dat ik alles duurzaam had, toch? Maar ja. Maar wat is dan reëel in jullie ogen? Nou, reëel. Kijk, het gas zouden we in 2050 zouden we daar vanaf moeten. Ja. Nou, ik denk dat niet reëel is, klaar. Nee. Want?
Ja, dan moet er zoveel veranderen. Allereerst moeten alle woningbouworganisaties ook eens al mensen van het gas afhalen. Ja. Niemand weet precies wat we gaan doen, maar we moeten zo'n stadswarmte moeten hebben. Want niet iedereen kan een warmtepomp hebben. Nee. Zo'n dingetjes, ja. Ja, vooral dan in die oude wijken, denk ik ook. Vooral in het Wilhelmindorp, naast de Best. Weet je daar, Hoge Akker. Ja, trouwens, alle wijken. Alle wijken hebben bijna behalve Heuvelijnd. Ja. Behalve, weet je daar, Dijkstraat en Steeksvelden. Ja. En Aarderserven, ja, daar zal vaak nul. Maar eigenlijk denk je dat het niet haalbaar is? Nee, ik denk niet dat het haalbaar is. Wat is wel haalbaar dan volgens jullie? Ik denk dat je mensen moet motiveren om zoveel mogelijk te doen. En de bedrijven, want ik bedoel, we kunnen van de kleine mensen of van de inwoners wel van alles willen, maar als de bedrijven gewoon doorgaan, zoals ze nu bezig zijn, ja, dan is het slak op een, hoe noemen ze dat, zout op slag. Maar in ieder geval, dan is het niet te realiseren. Nee, dan kan je ook mensen niet motiveren. Nee, ik bedoel, als je langs een bedrijf rijdt, dan gaat er hartstikke veel in de lucht in, aan rotzooi. Ja. En jij moet dan met jouw kleine portemonnee wel die dingen doen, dan wordt het natuurlijk heel moeilijk. Maar gebeurt er in Best echt veel dan? Zijn er die bedrijven nog die veel uitstoot hebben? Dat weet ik niet. Nee, dat weet ik want zo we niet. Doen al veel, hè? We doen al heel veel. En met de economische samenstand van de Heide wordt al heel veel met de bedrijven gesproken en gedaan. Ja. Fried van Laar heeft al een hele mooie gebouw neergezet. Ze hebben laatst geweest, dat is hartstikke mooi. Ja. Dus, en wat hebben ze bij hem gedaan? Ja, daar is ja, wat hebben ze daar gedaan? Ja, daar hebben ze eigenlijk, heel dat gebouw is helemaal duurzaam. Ja. Alles wat hergebruikt wordt volgens mij is er geen gas. Ja. Alles elektriciteit, noem maar op. Ja. En dat is ook bij een gebouw langs het gemeentehuis. Maar dus in feite ben jij bijvoorbeeld voor zonneparken? Nee, ik ben niet voor zonneparken. Want? Ik ben wel voor zonnepanelen op daken en die zijn er nog heel veel. Ja. En het zou zonde zijn, punt 1 weten we nog niet, wat met de zonneparken, wat we daar dadelijk over 25 jaar mee doen. Ja. Want wie weet wat voor zooi eraf komt. Ja. En dus wij zijn als partij niet voor zonneparken. Dus wat er nou gebeurt bijvoorbeeld op de Bosdijk, dat je aan de ene kant... Ja. Want er is ook sprake van, bijvoorbeeld in Aarlen, dat ze daar... Ja, maar als wij dat tegen kunnen houden, dan zouden we daar wel graag tegen willen houden. Wel op de daken overal. Ja. Want ik bedoel, dat, en er zijn nog best heel veel daken. Ja. En ook hier in Best. En overal. En je kan beter misschien dan iets langs de grote weg leggen. Of in het asfalt. Daar hebben ze ook al eens over gehad. Ja. Daar zijn ze ook mee bezig. In het asfalt. Langs de grote weg op de. Hoe noemen ze die dingen? Op die wallen. Op die wallen, ja. Nou, zo dingetjes. Nou, daar, dan verdien je al heel veel, hè? Maar dus, dat gaat naar die bedrijven zelf dan, hè? Of. Ja, of het Rijk kan ook wat doen natuurlijk, hè? En misschien kan je daar ook op inkopen voor. Ja, je kunt aandelen natuurlijk daarvan kopen. Maar dus, als ik dan denk bijvoorbeeld aan die mensen die wonen in het Wilhelminadorp en naar zijn Best. Ja, die portemonnee die wordt steeds dunner, hè? Ja, dat is waar. En maar je kan ook een groene lening lenen hebben met de gemeente nu. Dus dan betaal je het bedrag wat je anders aan energie kwijt bent, betaal je als lening. Ja. En dan, dat kan ook. Dus dan heb je een groene lening, kan je ook aftrekken van de belasting weer. Dus ze zijn aan alle kanten aan het doen. Woningbouwverenigingen hebben een aanbod als mensen zonnepanelen willen. Mm. Dan kost het wat hun aan energie geven, moeten ze het dan bij de woningbouw afgeven. Dus Die mogelijkheden zijn er. Die zijn er. Maar zijn er nog andere mogelijkheden? Ja, de Best Duurzaam is nou weer bezig. Dus, want er is vanavond of morgenavond in de avond over zonnepanelen. Hoe en wat je daar zelf kan doen. Maar als je behalve zonnepanelen, zijn er nog andere mogelijkheden in Best? Nou, ja. Warmtepompen. Maar dat is ook maar minimaal. Ze zijn ook weer bezig met een accu-onderzoek. Hmm. De accu's bij elkaar kunnen maken. Ik weet dat niet allemaal precies, moet ik eerlijk zeggen. Nee, maar dat hoeft niet. Maar er zijn beperkte mogelijkheden. En dan komen we automatisch bij vraag 2. Hè. De knipbeurzen van de mensen worden steeds dunner. Hè. Als je kijkt naar wijken zoals Twilminendorp, Hoge Akker,
naast de mest. Er wonen mensen die, als je daar komt, we zijn zelf allebei geboren in het Wilhelminendorp. Ja. En als je rondrijdt en je praat met die mensen, dan zeggen ze van, we weten niet hoe daar rond moeten komen. En op het eind van de maand hebben we meer dagen over als geld. Ja, ja, heb ik ook wel zoiets. Maar, hoe wil je dat oplossen als gemeente? Of ik kunnen denk, jullie ik denk, doen? Ik denk dat je dat niet op kan lossen. Ik denk wel dat je probeert mensen zoveel mogelijk te stimuleren en proberen mee te krijgen om mee duurzaam te zijn. En duurzaam zijn is ook, en ook zonnepanelen en ook alles daaromheen. Ja. Hè, dat mensen die een huurhuis hebben, die kunnen via de woningbouw heel vaak dingen regelen. Ja. Mensen die een koophuis hebben, proberen via een lening als dat gaat en als dat niet gaat. Ja, dan zal dat voorlopig nog eventjes niet gebeuren. Maar want de gemeente best kan niet zeggen van wij gaan voor iedereen dat regelen. Nee, maar die mensen die gaan wel naar Albert Heijn of naar een andere winkel om een bloemkool te kopen. En als ze dan zien dat die bloemkool steeds duurder wordt, ja, en een stuk vlees dat steeds duurder wordt. Is er geen hulpfonds via de gemeente? Voor zover ik weet niet. Nee. Maar er is een voedselbank, ja, waar mensen naartoe kunnen. Maar dat is een drempel weer. Hè, voor die dat is weer een drempel, maar ja, die is er wel. Je kan een aanvraag doen voor iets. En als je echt in de schulden komt, ook al is het maar... stil, ik zal blijven. Ja. Als je echt in de schulden komt, ook al is het maar een klein beetje, dan denken wij dat wij als gemeentebelangen vinden wij dat mensen dan wel geholpen moeten worden. En hoe zie je dat helpen? Nou, misschien de schuld betalen en dan 25 euro per maand terugbetalen. Het zal uiteindelijk wel terug moeten komen, maar want je kan niet voor iedereen zeggen van nou, je hebt schuld, dus wij betalen dat voor jou. Dat kan niet. Maar nee. Want bedoel, dat is niet eerlijk, dat kan gewoon niet. Maar de portemonnee van de gemeente, die wordt ook dunner. Ja, dat is waar. En daar is al sprake van dat bijvoorbeeld de onroerende zaakbelasting omhoog gaat. Ja, wethouder heeft gezegd dat hij dat vond en dat moest, 4%. En wat vinden jullie? Nou, wij vinden eigenlijk van niet. Want? Want, omdat wij vinden dat eerst maar eens gekeken moet worden van hoe en wat. We hebben ook nou besloten dat we het niet deden. Nee. Dus, maar op een bepaald ogenblik zal er toch iets moeten gebeuren vanuit de gemeente, want... De gemeente kan niet onbeperkt doorgaan met alles wat we nou doen. Mm-hmm. Of wel? Nou, we werken met een begroting. Zolang die begroting klopt, dan dingen, want daar zit nog geld langs af. Dus, en we kunnen inderdaad niet iedere keer van het potje plukken. Maar we moeten ook zorgen dat er weer wat terugkomt. Als wij dadelijk plaatsen verkopen, ja, huizen verkocht worden en dergelijke meer. Dadelijk op Aarlo ook, dan moeten we zorgen dat we ook weer geld terugkrijgen. En als wij subsidies ergens kunnen vangen, moeten we ze ook zien te vangen. Ja. En daar moeten we heel goed ons best op doen. Want de gemeente best kan dan ook best wel heel erg op scoren. En ook stimuleren dat er veel gebouwd wordt. En stimuleren dat er veel gebouwd wordt. En... Maar dan krijg je weer bezwaren van de wijkbewoners, bijvoorbeeld in Arlen. Die er niet blij mee zijn dat er zoveel huizen weer gebouwd worden. Nee, maar ik vind ook dat binnen best... Arlen alleen, maar binnen best... Inbreiding gaat voor uitbreiding, vinden wij. Ja. En waarom? Omdat er gewoon heel veel plekken nog in best zijn. Zijn er nog veel plekken? Ja, er zijn nog best veel plekken. Als je kijkt de boomgaarden, ik kan ze niet allemaal opnoemen, want dan had ik het hakkenlijstje mee moeten brengen. Nee. Maar als je kijkt naar de boomgaard bij de ABAP-kantoor, daar kunnen geloof ik iets van 300 huizen staan, of meer, ik weet niet precies. En waar kunnen er nog meer huizen staan? Bij ons in de wijk Heuflijnd kunnen nog huizen komen. Daar bij de Netzenfarm. Dat is ook eigenlijk wel inbreng, want het sluit aan. Hè? Kunnen nog een hoop huizen komen. Ik heb begrepen, maar dat weet ik niet precies, dat er iets van 4100 huizen tot 2050 binnen best gebouwd kunnen worden. Maar je kunt dan plannen maken, maar... Ja, uitvoering is 2, maar dat is altijd. Ja, maar ook de communicatie moet dan... Daar schort ook nog wel het een en ander aan. Je moet niet heel vragen, wat dan? Nee, communicatie van mijn gemeente best heeft, daar kan heel veel mee gebeuren.
Die moeten gewoon zorgen dat ze wat beter communicatief naar de inwoners zijn. En niet denken van, wij regelen het wel en de rest moet maar meedoen. Nee, eerst eens vragen wat ook inwoners willen. En ook naar luisteren. Maar niet zo van, de hart roepen ze eerst en dan de rest moet maar volgen. Denk je niet dat heel veel inwoners op het ogenblik denken van, ik snap er niks meer van en ze doen toch wat ze willen? Ja, dat zou best kunnen. Maar dat komt ook wel, denk ik, als mensen niet helemaal goed geïnformeerd zijn. En dat is bijna altijd. Hoe ga je de mensen beter betrekken met datgene wat er gebeurt? Hebben jullie er ook plannen voor? Hebben wij daar plannen voor? Nou, ik denk dat de dienstverlening vanuit de gemeente best gewoon veel beter moet. En veel opener. En gewoon luisteren naar de mensen. En dat ze toegankelijker zijn. En dat het op schrift moet, maar dat het ook begrijpelijk moet. En dan een heel rot woord, je hebt een Janneke taal, maar dat vind ik echt een woord van, nou, dat is modern tegenwoordig. Ja. Maar gewoon wel begrijpbaar. Ja. Heel veel brieven die je leest, die komen, en het gaat nou tegenwoordig gelukkig steeds beter. Ja. Maar heel veel brieven die zijn gewoon zo te lezen dat ik daar toch niks meer van snap. En dan gooi je ze aan de kant. Want dan denkt je, dan is het niet voor mij. Maar is dat de bedoeling dat iedereen begrijpt wat er gebeurt? Ja, ik denk dat wel. Dat ze moeten begrijpen. Als ze dat willen, hè, want je moet het ook willen. Hè? Ja, ja. Als je dat wil, dan moet je het kunnen begrijpen. En als het in jouw wijk iets gebeurt, dan moet je daar ook in mee kunnen praten. Dus dat zou ook betekenen dat de raadsleden veel meer de wijken in zouden. Oh, ik zou heel graag willen. Ja, corona gooi ik dan heel erg goed in het eten, want ik miste echt wel de laatste 2 jaar hoor. En hoe ga je dan de wijken door middel van bijeenkomsten of gewoon... Nou, als er nou weer bijeenkomsten zijn, normaal gesproken dan ben ik, ik ben volksvertegenwoordiger, noemen ze dat, heel netjes. Want ik ga boodschappen doen en ik doe heel lang boodschappen. Ja. Want ik kom iedereen tegen en ik klets tegen iedereen en daar haal ik heel veel informatie vandaan. Mensen kennen mij, mensen spreken mij aan en dingen. Ik heb een man die gaat dan in de auto zitten spelletje te doen, want die weet, het komt toch niet. Dus dat duurt gewoon heel lang. Maar nu is het allemaal heel veel moeilijker. Merk je wel dat de mensen dat waarderen dat je belangstelling toont? Ik ben er zelf ooit als ik er niet ben. Ja. Want ik weet dat op een gegeven moment een keer... Ik ben altijd bij feestenpartijen is overdreven, maar bij alle recepties en alles wat probeer ik te zijn. Ja. En op een gegeven moment was ik ergens niet geweest en zei ze, ja, je weet dat toch wel, je was daar, hoort toch ook? Ik zei, nee, ik was daar toevallig nou net niet. Maar ik bedoel, dus in die zin, ja. Ga je daar bewust naartoe als raadslid of als geïnteresseerde inwoner van dit? Ik ga daar bewust naartoe, alle twee. Ik ga daar bewust naartoe dat ze me zien en dat ze me aan kunnen spreken. Ja. Dat ik toegankelijk ben. Maar ik ben ook geïnteresseerd. Maar je vindt dat er nog beter kan in best? Ja, ik denk, ook bij raadsleden, hè. Ik bedoel, allemaal, hè. Ik buiten de corona zou ik bijna niet weten hoe ik het beter kan doen, omdat ik er toch bijna altijd ben. Ik probeer Albert en mijn andere collega's binnen gemeentebelang ook altijd zover te krijgen. Ja. Nou, dat lukt aardig. Maar er zijn ook mensen die roepen al van, ja, luister, mensen weten het niet, maar ik ga er ook niet naartoe. En dan, dan als je niet komt, dan... Maar dat zijn hun, hè? Is het een het gevolg van het andere, van ik weet er niks van, dus ik ga er ook niet naartoe? Of heeft het ook een beetje misschien met communicatie te maken van... Voor ons zou dat geen verschil moeten maken natuurlijk. Nee. Voor onszelf, hè. Ja. Kijk, want ik kan lezen, ik heb een kalender en daar staat van alles in. En ik kan het gewoon best lezen en dan zie ik het. Ik lees mijn best, lees ik. Ja. Ik probeer zoveel op Facebook kijken. Je bent geïnteresseerd. Ik ben geïnteresseerd, ja. Maar vind je wel dat dat eigenlijk nog beter kan vanuit de gemeente zelf? De gemeente zelf zou wel eens, want soms zou de gemeente zelf, en dan doe je het gemeentelijke apparaat. Ja. Ja, de ambtenaren en college en misschien ook andere raadsleden, maar dat bedoel, dat zijn hun. Want iedereen profileert zijn eigen op zijn eigen manier. Mm-hmm. Die zouden dat wel kunnen doen. Ja. Er is een hele tijd geweest dat ambtenaren niet wisten waar het weer minder op lag. Nee. En is dat nou wel? Ik heb begrepen van de gemeentesecretaris dat ze allemaal... Een boekje hebben en meteen in het begin echt wel gecommuniceerd wordt van hoe en wat, waar en wie wat is. Ja. Dus, zou ze moeten weten. Dus ik denk het wel, tegenwoordig is het wel beter.
een ander onderwerp is het jeugd- en jongerenwerk. Hè? Waar je zelf middenin hebt gezeten met de zeskamp en alles en met de jeugd. Vind je dat het goed gaat en best? Of kan nou, het nog beter? Ten opzichte van in de tijd dat ik zeskamp deed en zo. Hè? Ja. Ik bedoel, we hadden toen Jos van Heijden zitten bij het opbouwwerk. Die wist ook alles en die was ook overal. En, ja, goed. Die had ook heel veel milieuze jongerenwerk te maken, ook oudere werk. Mobest. Nou, sorry. Ten opzichte van toen gaat het zeker een stuk beter. En is Todo een aanwinst dan? Ja, dat denk ik wel. Ja. En ik moet eerlijk zeggen, ik kom vrij regelmatig langs Todo. Ja. En daar zijn toch wel altijd voor jonge mensen en dingen. Niet alleen de probleemjongeren, maar ook de andere jongeren. Ja. En dat is ook zo'n groot woord, probleemjongeren. Maar mensen weten de weg allemaal naar Todo te vinden. En dat is wel fijn. Maar je weet van vroeger uit dat er ook een aantal ouders zeggen van nou, liever niet naar Todo, want er komt van alles bij elkaar. Ja, maar dat is nou sinds een paar jaar is dat wel veranderd. Er komen ook veel jongere kinderen. Kijk, als je ik weet niet precies hoe het programma is, maar ik heb toen hoorde ik van nou, woensdagmiddag wordt daar gewoon een kloon en die kloon die is met de jongeren bezig en was een beetje aangedaan en gedanst en gewoon gezellig met elkaar omgegaan. Nou, dan zijn er jonge mensen van een jaar of 8, 9. Maar ja, als die 12 zijn, dan hebben ze problemen. En ze kennen die beste meneer of mevrouw die daar die kloon is. Ja. Dan zal je ook wel sneller wat vertellen. Ja. En wat heel belangrijk is preventie. Want hoe vroeger dat we erbij zijn, hoe beter dat is. En dat is de insteek ook wel van de gemeente Best. En dat is ook een van de taak van de jongerenwerker. Ja, dat is ook de taak van de jongerenwerker. Ja, klopt. Ja. Ja. En ik weet nog uit de tijd dat er bij Todo bijvoorbeeld zo'n sportmedewerker was, Jacques de Bouw. Ja. Die naar de scholen ging en alles. Hè? Ja, we hebben nou Tuurlijk. Hè? Tuurlijk is dat is een groep mensen. Ja. Wat doen ze? Dat is vanuit het gezondheidsakkoord is er eigenlijk eruit gekomen dat met mensen bezig zijn, mensen laten bewegen. Ja. Gewoon gezellig met elkaar om laten gaan. Voor het potje voetbal. Nou, ja, jonge mensen aan de gang zetten met leuke dingen. Ja. Nou, en dat gebeurt heel vaak bij Todo. Ja. Gebeurt ook bij Best Fruit, gebeurt ook bij Wilhelmine Boys. Ik bedoel, ze zijn op heel veel plaatsen. En dat is goed geregeld in Best dan? Ja, dat is heel goed geregeld. Als je het hebt over de sportaccommodaties, als je het vergelijkt met Eindhoven of zo, dan zitten we best goed. Wij hebben hele goede sportaccommodaties, ja. Ja. Er is menig geen jaloers op. Ook op een goede gymzaal hebben we. En dat is echt, dat is menig mensen staan we jaloers op. Maar dan komen we automatisch bij de volgende vraag. Moeten wij een wijk worden van Eindhoven? Of? Nee. Wij worden geen wijk van mij. En nee, als dat mij ligt, dan ga ik er echt wel voor liggen. Sparen ging vroeger in een schuttersputje maken. Ja. Hè, bij het kanaal, maar. Maar waarom ik niet? Nou, omdat ik vind dat Eindhoven, als hij echt alle dorpen hier om zich heen erbij krijgt, dan wordt hij zo machtig. Dan vraag ik me af of ik de rest niet vergeet. Maar het werk wordt toch minder voor de ambtenaren? Ja, dat kan wel zijn. Maar wij hebben nu 37 samenwerkingsverbanden, hè? Ja. Als best zijnde. Ja. Nou, er is niks mis mee. We doen dat met Eindhoven, we doen dat met Veldhoven, we doen dat met Oorschot, Zonnebreugel, Oorschot, politie. Ja. De regio van de brandweer en dergelijke meer. Nou, dat zijn allemaal samenwerkingsverbanden. Ja. Nou, dus daar is op zich niks mis mee. Wij vinden, best moet zelfstandig blijven. En daar waar het kan, moeten ze het zelf doen. En daar waar het niet kan, omdat het beter regionaal geregeld kan worden, dan moeten we dat ook doen. Maar dat betekent wel dat het financieel moeilijker wordt. Is het niet makkelijker om gewoon een wijk te worden van Eindhoven? Want dan heb ik niet meer de uitgaven van heel veel ambtenaren. Nee, maar wij hebben al. We hebben met Veldhoven een tijdje contact gezocht. Dat de ambtenaren elkaar opvangen. We doen dat ook mijn Oorschot. En ik ben geen voorstander van Eindhoven. Maar als TZT te zijn de tijd het nodig is dat wij daar. Ja, dat we met mijn Oorschot samen gaan. Nou ja, goed. Daar valt dan over te praten. Maar waarom dan wel? Nou, omdat ik denk als Eindhoven, Eindhoven als blok en dan daar langs gewoon wat gemeentes, 2, 3, 4,
gewoon een paar blokken die samenvoegen. Zonnebreugel en de Gerwen en weet ik het nu. Als die ook één blok wordt en wij worden met Oorschot een blok en we hebben andere blokken erbij, dan heb je toch een stukje controle naar Eindhoven. Maar wel zelfstandig blijven? Jawel, zelfstandig. Ja, en dan, kijk, dat er dan misschien een fusie aan zit, ja, dat weet ik dan ook niet. Maar daar praat ik niet over nou en 5 jaar, bij wijze van spreken. Want verder ga ik nu kijken, want over 5 jaar... Dat is wel een korte termijn. Ja, dat is een korte termijn, dat realiseer ik me ook wel. Maar ik sluit daar niet uit. We gaan nog niet zeggen van nou, we gaan dat doen. Maar als je ziet, de landelijke partijen, die zijn eigenlijk al allemaal, ook hier in Best, zijn met de regio bezig. Ja. Nou, goed, dan moeten we ook wel zorgen dat we in ieder geval met Oorschot, wij als gemeentebelangen met Oorschot contact zoeken. En dat de lokale partijen een beetje met elkaar wat meer eens zijn. En dat we nog meer contact met elkaar zoeken. Maar dan, dan 2 aparte burgemeesters houden? Of, want dat scheelt natuurlijk ook geld, of niet? Ja, maar dan moeten we die beste vrouw of man moeten we dan toch nog betalen tot ze 65. Dus dat maakt dan kennen ze net zo goed zijn werk doen. Is dat waar? Ja. Nee, dat ligt er net uit. Dat ligt er net uit. Nou, ik denk als Hans nu zou stoppen, ja, met de andere burgemeester die we eerder hadden, die moeten we gewoon tot 66 betalen. Dus, die betalen je nog steeds? Ja, die betalen we nog steeds. Dus het is toch heel vervelend. Ja, dus, daar kun je verder ook niks aan doen. Hè? Nee, dat is gewoon geregeld, klaar. Ja, dat ligt vast. Dat ligt vast, dus. Maar dingen waarop je zou kunnen bezuinigen... Ja, nou, met ambtenaren wordt al gekeken van wat kunnen we samenwerken? Ja. En wat kunnen we voor elkaar betekenen? Hè? Dus, Eindhoven, ja. Of weet je, ja, Eindhoven ook. En waar we nog meer, ja, als jij vraagt naar de bezuinigingen die we kunnen doen, ja, dan kan ik zo niet 1, 2, 3 opleveren. Nee. Maar ik denk dat we met z'n allen daar wel in de gaten moeten houden. Maar wij worden geen wijk van Eindhoven. Je blijft zelfstandig, best blijft best. En dan komen voor we automatisch bij de 6e vraag, ja. Die jullie niet hebben, van als we toch aan het bezuinigen zijn, moet er een... Gaat Best het laatste officiële stadhuis bouwen, gemeentehuis van Nederland? Dat dacht ik wel. Hebben zitten gokken natuurlijk waar jullie zouden gaan vragen. Maar, want jullie hebben in principe al voorgestemd. Wij als gemeentebelangen vinden ook dat we een ander gemeentehuis moeten bouwen. Langs Zeeman. Een ander huis, langs Zeeman. Dat vinden we. En waarom vinden we dat? Omdat het gemeentehuis wat we nu hebben, ligt in de zonzijde. Ja. Dan zou je heel goed horeca kwijt kunnen. Dat is als je een oud huis opnieuw gaat verbouwen, nou, God weet waar je tegenkomt. Want dat is ook nog eens zo. Ik bedoel, maar het oude gedeelte moet blijven staan, hè? Ja, van wat ons betreft mogen ze er wel een hotel neerzetten of zo van maken. Het oude, de blok. Ja, de oude blok. Ja, de blok van mogen ze van ons. Het gemeentelijk monument, hè? Ja, ja. En dan mogen ze een hotel van maken. Van ons wel. Maar ja, wat ze ermee gaan doen, weet ik niet. Kijk, het ligt aan hoe je dat verkoopt. Het kan ook zijn dat dadelijk daar de bibliotheek in gaat. Het kan ook zijn dat daar allerlei andere organisaties in gaan. Maar daar hebben jullie al over nagedacht of zo. Nou, dat is meer zo van spinsels die we dan hardop zeggen en dingen. Maar de hotel, ik bedoel, ik zou dat wel mooi vinden. Maar jullie vinden dat er langs Zeeman ruimte genoeg is voor een nieuw gebouw? Nee, een nieuw gebouw. En wat voor soort gebouw dan? En dan multifunctioneel. Ik bedoel, het is niet zo dat we nu daar een gemeentehuis neerzetten en dan precies voor de ambtenaren en Bestwijzer mag er dan ook bij. Hè, want het moet iets zijn, een huis waar we met z'n allen terecht kunnen. Bestwijzer ook. Hè, dat ze samen daar kunnen zijn. En dat het voor de inwoners van Best gewoon een goed huis is. En, nou, wat doe je met een goed huis? Gewoon wat goed voelt. Ik bedoel, als je Bestwijzer binnenkomt nu... Dan voelt dat gewoon goed, klaar. Ja. Nou, dus dan zou je ook Bestwijzer kunnen laten staan gewoon? Dat zou kunnen, maar dat is te klein als je daar met z'n allen in gaat zitten in de hoek. Ja, dat is gewoon te klein. Dus die ruimte is te klein. Kost ook heel erg veel geld. Ja. Want de gemeente Best kost dat nog naast hetgeen wat het al kost. Kost het nog een hoop geld meer. Omdat het best een dure aangelegenheid is. Je hebt elkaar toch heel vaak nodig. Bestwijzer en ambtenaar hebben elkaar heel vaak nodig. Dan moeten de mensen, de ene keer moeten ze naar Bestwijzer toe, de andere keer moeten weer dezelfde mensen moeten weer naar de ambtenaren toe, naar het gemeentehuis toe. Dus als je samen in één huis bent... Dus jullie willen in ieder geval één huis? En als één huis. En dan multifunctioneel. Multifunctioneel langs Zeeman. En wat is bij jullie multifunctioneel? Nou, dat het omgebouwd kan worden voor andere doeleinden. En dat als wij straks besluiten met een andere gemeente samen te gaan,
Hè? Want dan wil je toch horen. Nee. Maar als we besluiten met een andere gemeente samen te gaan en we hebben ons gemeentehuis dus aan het niet meer nodig. Omdat het maar een afhaalloket wordt, bij wijze van spreken. Ja. Nou, dan moet het gewoon een culturele hotspot worden. De hotspot die we misschien nu niet hebben. Die we wel hebben en niet hebben. Maar als je een gemeentehuis daar neer gaat zetten, langs Zeeman, is het centrum dan nog bruisend? Want om 5 uur gaan die mensen naar huis. Ja, maar ik denk dat het juist dan bruisend wordt. Hoe dan? Omdat aan de overkant, ik verwacht dat aan de overkant horeca komt. Ja. Dat daaronder iets van winkels of zo komen. Horeca in die gelegenheid. En daarboven misschien woningen. Moet er nog meer horeca komen dan wat we al hebben? Nou, vind je dat we veel hebben? Ja. Nou, ik vind het niet hoor. Dus als je kijkt, 30 jaar geleden, hoeveel horeca dat we toen hadden. Nou, kon je nog eens een keer dweilen. Dat kan je nou ook niet meer. Nee. Dus dan kan horeca... Horeca en dan wat voor horeca. Dat is de toekomst, dat weet ik ook niet. Ja. Dat hoef ik ook niet in te vullen. Dat is iets wat wij bedacht hebben. Dat is op de plaats van het oude gemeentehuis. Dat is op de plaats van het oude gemeentehuis. Het rechtse gedeelte van het oude gemeentehuis. Oude gemeentehuis. Maar het nieuwe gemeentehuis, hoe zien jullie dat dan? Ons nieuwe huis, ik ga dat niet zeggen gemeentehuis, maar goed. Ons nieuwe huis zou moeten zijn dat wij daar met z'n allen terecht kunnen. En dat de gemeenteraad daar terecht kan. Dat ambtenaren daar terecht kunnen. Dat dus inclusief trouwlocatie? Inclusief trouwlocatie. En na 5 uur? En na 5 uur, dan misschien zijn er ook wel plaatsen dat ik zeg van nou luister, de Bestwijzer doet ook s'avonds wel, hè? Mensen van Bestwijzer, de gebruikers van Bestwijzer, nu. Nou, s'avonds is het meestal donker. Nee, maar de gebruikers van Bestwijzer, die hebben ook s'avonds daar vergaderingen en die hebben ook bijeenkomsten. Nou, dat kan ook op het gemeente, het nieuwe huis. Het nieuwe huis, ja. Dus dat zou dat ook kunnen. En Maar waarom hechten jullie echt veel aan die plaats langs Zeeman? Nou, omdat het toegankelijker is, denk ik. Als mensen veel verder weg moeten, want waar moet je dan naartoe? Zijn er nog andere plekken in Best die misschien beter of ook kunnen? Als locatie, spoor? Spoor? Op het spoor maar niet bouwen. Nee? Dus dat is niet moeilijk. En langs het spoor... daar komen woningen en wat iets meer zijn. Want ik weet niet wat er allemaal precies komt en wat er precies gaat komen. En zou daar ook geen gemeentehuis passen? Natuurlijk zou daar een gemeentehuis kunnen, maar ik denk dat die grond is niet van ons. En de grond van langs de Zeeman is van ons. Is van het gemeentehuis zelf of van de gemeente Best zelf. Dus als we dat gaan opvullen dan, en we vullen dan de andere kant op met woningen, met... wat uit de participatie komt. Ik bedoel, we gaan eerst nog eens een participatie. Maar ik bedoel, ons idee is gewoon om dat zo te doen. En dan... Maar is het nog een voorstel of ligt het dan wij, vast? Nee. Wij hebben als voorstel... Nee, het ligt vast dat het aan de andere kant komt. Aan de kant van Zeeman. Dat ligt vast? Ja, dat ligt vast. Ja, volgens mij wel. In ieder geval, aan het dorpsplein komt. Het ligt vast dat het aan het dorpsplein komt. En voor de rest zijn we een initiatiefvoorstel aan het maken... En mogen mensen daar de inbreng op brengen. Alleen, wij als gemeentebelangen zeggen van... ga niet in die oude zooi liggen roeren. Maak aan de andere kant een nieuwe. En zorg dat dat gewoon van deze tijd is duurzaam en alles erop en eraan. Omdat je nou ziet in de verschillende media... dat sommige partijen toch andere gedachten beginnen te krijgen daarover. Ja. Maar jullie maar houden ben, vast aan ik ben niet plan. Van die andere partijen, ja. Nee. Nee, is goed. Dan weten we dat in ieder geval duidelijk. Wij vinden gewoon... Kijk, dus als je kijkt met de airco, hè, dat moest via de Arbo, dat moest gebeuren. Nou, dat heeft zo lang geduurd, dat zou 2 of 3 maanden duren. En ik vraag me af of het nou al helemaal klaar is. Ja. Dus, dat weet jij net zo goed, je komt ook op het gemeentehuis. Maar ik bedoel, dus in die zin, en dat is allemaal omdat ze zoveel dingen tegengekomen zijn die... gewoon niet kloppen, niet goed zijn. En er is al zoveel aan verbouwd. Dus we beginnen helemaal opnieuw. Begin aan de andere kant en maak een nieuwe. En zorg dat daar aan die kant het goed, het oude gemeentehuis, dat daar dadelijk goed opgeruimd wordt. Duurzaam gebruik van gemaakt wordt. En dat er eventueel appartementen komen of horeca.
Nou ja, onder misschien horeca, want daar zou dan het leukste zijn, denk ik. Maar ja, goed, dat is dan wat en geen appartementen voor oudere jongeren? Jawel, van mijn betreft wel. Maar ik bedoel, dat moet nog open blijven. Dat is nog open en daar moet ingevuld worden. Want wij kunnen dan zeggen, we willen allemaal ouderen, maar daar komt de gemeente en zegt van, ja nee, dat kan eigenlijk zo niet. Dus hè, hebben we uitgezocht, is beter van niet. En, dus daar staat nog open. Ik dank je heel hartelijk. Een stuk ik ben openheid. Ik ben veel te open volgens mij, maar goed. Hartelijk bedankt.